Katrien, welkom met minzame ogen kijken naar jou. Dankjewel. Weet dat ik altijd een grote boom voor jou heb gehad, hè? Ja, jij zegt dat toch altijd, ja, hè? Ja. Ik denk dat ik iets van radio af weet. Mm-hmm. En ik vind jou echt een potentiële leading lady van radio. Maar ik begin al te blozen. Dat is echt waar, ja. Die Madama, dat was zo goed. Ik weet niet waarom dat weggegaan is, maar... Ja. Jij weet ook, bij de radio, niets duurt eeuwig. Hè? Nee, dat doet... Alles stopt. En je weet ook, als je begint aan een programma, dat je dat niet gaat doen tot je pensioen. En ja, kijk, dan is het tijd voor iets anders, dus... En je zit in het eenzame hart, die brug. Ja, wie had dat gedacht? Ik heb het zelf nog meegemaakt op de radio. Hè. Is dat ik zo? Ja. En ik ben toen eigenlijk ook bij de radio beginnen te werken. Ik denk dat jij iets sneller bezig was dan ik. Ja. Ik ben in 90. Ja, ben 90. Hè. 91 ben ik begonnen. Ik ben 90 werken. Begonnen. Ah, voilà. Voilà. Dus we hebben samen een carrière. Een radiocarrière. Ja. Mooi. Goed. Onze vragen, hè. Ja. Twee geleerde heren schreven brieven aan elkaar, Freud en Einstein, en die kwamen tot besluit in 1933, 7 jaar voor de Tweede Wereldoorlog, mm-hmm. Dat de mensen veel te veel bezig waren met prestige en met geld. Niks anders dan geld. Mm-hmm. En op een bepaald moment schreven die heren in een brief dat het wel eens zou kunnen zijn dat de mensheid, de planeet, dat wij onszelf kapot maken, vernietigen, omdat we... Ja, met de verkeerde normen en waarden leven. Jij bent de derde intellectueel. Wat denk jij daarover? Hoe? Je hebt natuurlijk geld nodig. Het is makkelijk om te zeggen van mens is te veel met geld bezig. Je hebt natuurlijk wel geld nodig om een bepaalde standaard te kunnen waarmaken. Hè? Je hebt kinderen, dat kost allemaal veel geld. Hè? Dus denk ik, ja, het is makkelijk om te zeggen van geld maakt niet gelukkig en geld heb je misschien niet nodig en je moet er niet zo naar streven. Ik zou dat nuanceren. Maar heb je heel veel geld nodig? Dat is een andere vraag natuurlijk. En dat denk ik dan weer niet. Ja. Ik denk, als je geen problemen hebt financieel, dat je een perfecte basis hebt om gelukkig te kunnen zijn. Ja. Je hebt daar ook in gelijk. De psychologie heeft dat bestudeerd. Mm-hmm. En als je dus een woning hebt boven je hoofd, je hebt toegang tot geneeskundige zorg en je hebt elke dag voedsel, dan bereik je een bepaald basisniveau van geluk. En als je dan nog iets extra koopt, dan heb je wel eventjes een piek van een enkele dagen of weken. Maar dat zakt dan weer naar dat basisniveau. Dus wat jij zegt... En tegelijkertijd is het ook heel leuk als je dan inderdaad... Maar men zegt, dat ik jou nu onderbreek, er zijn nu veel oorlogen bezig in de wereld, mm-hmm. waar we ons toch allemaal wel zorgen om maken. Oekraïne is 1000 kilometer van ons deel. Ja, wat er in de Gaza gebeurt, ongelooflijk. Het gaat lang duren, want er zijn heel veel mensen die daar geld aan verdienen. Verschrikkelijk veel geld aan verdienen. Ja, dat is het tragische. En kunnen mensen zo vreed zijn, denk je, dat... Ja, dat denk ik wel. Dat is het tragische. Maar tegelijkertijd zie je... Bijvoorbeeld, alleen nog maar in mijn dorp is er een gemeenschap Oekraïners opgevangen. Mm-hmm. En er is ook een huwelijk tussen een Belgische man en een Oekraïense vrouw. Ah. En die verzamelt geld in en die verzamelt goederen en zo. En dat is echt een onwaarschijnlijk groot transport elke maand dat naar Oekraïne vertrekt. En dan denk ik, kijk, die oorlog laat ook de mooiste kant van de mens zien op dat vlak. Heel veel mensen doneren geld zonder het aan de grote klok te hangen. Of geven goederen of gaan naar het warenhuis en zeggen van kijk, pak, ik koop nog iets extra. Dus op die manier, je hebt de twee kanten, denk ik. Oorlog schept de twee kanten. Je hebt inderdaad mensen die er rijk van worden. En zeker ook wapenfabrikanten enzovoort. Maar je hebt ook aan de andere kant dat mooie van mensen die zeggen van kijk, ik heb eigenlijk perfect genoeg. Ik kan wel iets missen. Voor die mensen die het nodig hebben. Dus het is een mens dat aan twee kanten snijdt. Ja, de mens is precies zo'n gespleten wezen. Ja. Hij kan soms wreed zijn, maar soms ook ongelooflijk goed zijn eigenlijk. Hè. Maar ik weiger te geloven dat de mensen echt in C slecht zijn. Dat zo? Ja, nee, dat is niet zo. Ah, dat is zo. Oh, waarom ben je de mens dan? Ah, ik kan de zaken wel blijven in vraag stellen, ja. Ja? Nee. Ja. Nee.
Nu zit ik in zo'n beetje een periode dat ik dat wel doe. Ja, ja, maar je zou het wel beginnen denken natuurlijk. Als met je ziet wat er rond je wat er gebeurt en zo. Gebeurt. Ja, ja. Maar ik blijf daar hardnekkig in volharden. De mens is goed. Een laatste vraag. Jouw burgemeester, jouw man is burgemeester van... Van Boeghout. Van Boeghout. Ja. Je ziet dus wat dichter in de eerste lijn wat mensen met elkaar doen en voor elkaar doen. Om kort te antwoorden, zie jij dat mensen goed zijn, kunnen zijn met elkaar? Wel, daarnet gaf ik eigenlijk ook al een voorbeeld. Zonder... Ja, ja, absoluut. Bijvoorbeeld het voorbeeld van die mensen die inzamelen voor Oekraïne. Er is echt een hele beweging binnen onze gemeente die daar actief mee bezig is. Die belangloos iets kunnen doen. Die daar belangloos inderdaad iets kunnen meedoen. Aan de andere kant, je zegt het, je haalt het aan. Mijn man zit in de politiek en niet zo slecht als de politiek natuurlijk. Wow, daar, het is een noodzakelijk kwaad, laat het ons zo stellen. Maar daar worden heel veel lepe trucken en Dus dat is dan weer de lepe. Is dan weer de andere kant zo. Alles heeft twee kanten, zeker. Precies. Ik denk het. We gaan over naar de volgende vraag. Mm-hmm. En intussen, dat gaat over lust. Oei. Maar daarvoor gaat meneer Hoest van... Dat is Vlaamse wijnen, trouwens. Hoest. Wist je dat er heel veel Vlaamse wijnen zelfs waren? Zelfs in Boeghout, waar ik woon. Is dat zo? Er is een wijngaard, ja. Maar de onze in de streek is de beste. En hij ongetwijfeld. Komt, voilà, ik neem het aan. Hoest. Tot straks. Met Katrien van Doorn. Welkom terug in het eenzame hartiebureau. Katrien, kan jou straks een vraag stellen over lust? Hola. Maar om dat te kunnen doorslikken. Oeh, dat is een vreemde uitdrukking van mij. Ik zal het nodig hebben. Ik zie het voilà, voilà. Dan gaan we iets drinken. Mm-hmm. Een Vlaamse wijn. Je bent een... vertel het zelf. Waar is trouwens Anoushka, jouw vrouw? Ze zit met een verschoven wervel in de kliniek. Hey. Oei, dat is platterust pijnlijk. Verplicht. Oeh. 2 weken platterust. Veel beterschap, Anoushka. Dank je wel. Juist. En alle mensen die trouwens in de kliniek liggen. Het komt wel goed. Goed, we gaan eens proeven. Leg eens uit wat je... Dat is wijn van onze wijngaard in Evergem. Aha. Dat is Vlaamse wijn van hier in de buurt. Ja. En Pinot Noir Sauvignon Blanc, hout gelagerd. Oh, wat betekent dat? Pinot Noir, dat is een druif, hè? Ah ja, oké. Okay. Pinot Noir en Sauvignon Blanc zijn de twee bedruivingen die wij hier aangeplant hebben in Evergem. Okay, ik ben het is ongelooflijk dat in Vlaanderen bestaat. Hè? In oorsprong, je hebt hier al, bijvoorbeeld, ik heb dat gehoord, heel veel wijngaardstraten bijvoorbeeld in gemeentes. Van waar komt dat? Omdat hier vroeger wijngaarden waren. Ah ja, en natuurlijk. Ja. Het is toch waar, hè? Ja, jij bent de kenner. De Romeinen brachten ze mee. Want de Romeinen. De beken en de rivieren het is waren allemaal vergiftigd. Dat is een lange leven de Romeinen. Ja. Gezondheid. Aan elkaar gezondheid kijken, hè? Hola. Het is lekker, hè? Het is heerlijk. Die is heerlijk, hè? Ja, heel lekker. Ja, hè? Ja, jong. Kijk, het is van bij ons. Weet je wat? We gaan nog een beetje pegen. Maar het moet niet vol, hè? Het moet niet vol. Want ik weet waarover je gaat praten, hè, straks. Ja, over lust. Ja, ik heb het geen seks genoemd. Maar lust, omdat ik dacht van... Het is een wat breder begrip. Hè? Maar het is ook een breed begrip. Hè? Want ik denk meteen aan seks, maar lust is ook... de gretigheid om iets te gaan doen. Hè? Eetlust, bijvoorbeeld. Ja. Maar laten we beginnen. Ik bespreek... Maar ik vind dat alles moet kunnen besproken worden in de media. Iedereen doet dat in zijn bewoordingen. Mm-hmm. En die gaat daar zo ver in of zo kort in zoals hij dat zelf wil. Hè? Mm-hmm. Dat doet hij dus ook. Maar mijn basisvraag is eigenlijk bijna een ijzona Sigmund Freudiaanse vraag. Hè. Heeft seksualiteit jou, als je terugkijkt op jouw leven, mm-hmm. heeft je dat meerwaarde gebracht of heeft je dat soms ook verdoemenis gebracht? Mag ik weer mijn joker inzetten? Beide. Beide. Ja, ik heb nogal een lastig parcours gehad op dat vlak. Ja? Op liefdesvlak. Dus ik heb toch wel wat tijd nodig gehad om de ware te vinden. Mm. En in die zin heeft seksualiteit mij ook wel heel veel teleurstellingen gebracht. Ook heel veel
ontgoochelingen. Ja. Ah ja, teleurstellingen zijn ontgoochelingen natuurlijk. Maar zo, ja, verdriet. Verdriet. Allee. Maar ja. Ja. En hoe kwam dat dan, dat je daar verdriet over had? Ja, omdat ik eigenlijk... Ja, ik ben heel katholiek opgevoed. Hè? Dus seksualiteit bij ons was iets wat je niet besprak en zo. Het was eigenlijk iets heel exclusief. Ah, ja. Dus ik ben eigenlijk als meisje de wereld ingezet van... Als je het doet, het is voor eeuwig. Het is de grote liefde. Je doet het alleen maar iemand die het heel graag ziet. Ja. En ja, als het dan... En je doet het ook maar met één. Je doet het ook maar met één, natuurlijk. Met degene die je graag ziet en die je leven verder... Oh, dat was niet realistisch. Dat was niet de realiteit, oké? Nee. Nee, helemaal niet. Dus ik heb in die zin heel veel teleurstellingen opgelopen. Aan de andere kant ook heel veel plezierige momenten. Ik kan dat toch ook niet wegsteken. Ja. Hopelijk. Ja. Het is er ook voor gemaakt, ja, hè? Ja, maar ik denk soms dat het een klein beetje overschat wordt ook. Ja. Ja. Het is... Het is... Goh, je moet ergens een soort van rust vinden en een veilige haven. En als je spreekt over lust, dan denk ik eigenlijk al heel snel aan... Ik geef mij helemaal hals over kop over. Wat fijn is, wat ontzettend fijn is. Maar wat mij geen rust of geen evenwicht geeft. Hè? Snap je wat ik bedoel? Absoluut. Ja... Het is momentopnames. Weet je, Katrien... ook ik heb in mijn leven one-night stands gehad. Mm-hmm. Maar als je met iemand seks hebt die je graag ziet... Dat is anders, toch? Totaal anders. Dat is anders. Dat is echt en dat anders. Zeg jij nu. Ja, dat is... Nu eigenlijk dat als is thuiskomen. De liefde... Ja. Dat is thuiskomen. Ja. En dat heeft dan lang geduurd om uiteindelijk... jouw man nu te vinden. Ja, ik heb daar echt serieus lang naar gezocht. En hoe wist je dan dat hij het was? Zowel mentaal als seksueel? Hoe, want dat moet eigenlijk... Ja. Ik kan dat niet verklaren. Ik heb daar dikwijls met hem ook over gepraat. Omdat het was geen liefde op het eerste gezicht. We hebben elkaar ontmoet in een werkrelatie. Ja. En... Dat was niet, wow, ik ben helemaal achterover geblazen. Terwijl je vaak ervoor al wel gehad had. Maar goed, wij zijn contact blijven houden op een of andere manier. En uiteindelijk kwam het ervan, kom, we gaan eens iets eten. Zelfs dan nog niet was ik helemaal achterover geblazen. Maar ik voelde wel, toen dat ik met hem praatte, van... Die zit met dezelfde verlangens, die zit met dezelfde doelen in zijn leven. Die zit met dezelfde verwachtingen, die heeft... dezelfde interesses, hoewel we eigenlijk heel verschillend waren. Hij was heel ver weg van de media. Hij wist niet wie Belle Perez was, bijvoorbeeld. Ja. Vond ik al heel raar. Ja. Maar ja, om maar te zeggen... we komen uit twee verschillende werelden, maar het is zo, het klikte zo hard in elkaar. En mijn buikgevoel zei meteen... Dit moet je vasthouden. En dan moet die seks ook nog goed zijn. Ja. En dat heb je dan gehad. Ja. En dat was dan oké. Het was helemaal oké. Het was oké. Dat is belangrijk. Ja. 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 Want Jo Valli zei in de uitzending, we gaan afsluiten nu. Als het in bed niet goed gaat, kan een huwelijk nooit goed marcheren. Ja, wel, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou dat niet durven zeggen wetenschappelijk, of dat wetenschappelijk bewezen is. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen perfect met elkaar samenleven zonder elkaar als prinses aan te raken. Dan. Maar je moet wel nog die tederheid blijven hebben naar elkaar toe. Ja. Ik vind het zo heel leuk als je gewoon aan het koken bent in maar de keuken, dat er zo eens een hand op mijn schouder komt. Maar jij leeft niet als prinses. Nee, met jouw burgemeester. Nee, helemaal niet. Oké, goed. Nee. We gaan afsluiten. Tot straks. Het eenzame hartbureau was niet mogelijk zonder deze partners. Woest Winery. Passie, proef je. The Baby Cries. Website marketing. Branding, reclame. Welkom terug in het eenzame hartenbureau. En mijn hoofdgast is de eminente Katrien van Doorn van Radio 2. Mijn lievelingspresentatrice. Ik mag dat toch zeggen? Jij mag dat zeggen, Ik mag dat toch zeggen? Jij lacht daar altijd mee. Jij bent mijn lievelingspresentatrice van de VRT-radio. Dank je wel. Je weet het al lang, het is die stem bij jou. Ja. Die het hem doet, ja. En de wijze waarop jij... praat zo, de zachtheid ook. Ja, dat is van mijn mama, denk ik, mijn stem. Ja, de indringendheid. Kijk, ik krijg er wat koud van.
Oh. Ja, ja. Wat wil je vragen? Goed. Volgende vraag is over angst. Elk mens, denk ik, heeft wel periodes in zijn leven waar hij zich angstig voelt. Ik heb dat ook gehad, absoluut. Hè. Nu, ik heb dat overwonnen. Nu, jij bent de geïnterviewde. Misschien heb jij ooit in jouw leven al wel angstgevoelens gehad. Hoe heb jij die overwonnen? Want het is eigenlijk een vraag naar het positieve toe. Ja. Ik ben een gewoontedier en ik heb altijd een beetje angst als dingen veranderen. Ah, ja. Dus op zich heb ik er altijd een beetje moeite mee. En dan moet ik mijzelf zeggen van ja, maar een andere weg nemen, dan zie je ook eens iets anders. Ik moet mezelf daar iedere keer van overtuigen. Hè, dus als je altijd dezelfde weg neemt als je gaat wandelen, dan ga je altijd dezelfde boom, dezelfde struiken, dezelfde hond waarschijnlijk tegenkomen. Als je zegt van af en toe gaan we eens dat pad inslaan, ja, dan gaat er misschien wel iets op je pad komen, iets spannends en iets leuk, wat jou heel veel plezier geeft. En als je dat niet doet, dan mis je dat. Dus dat is mijn manier om met angst voor veranderingen om te gaan. Maar die angst dan die je dan voelt, moet je die dan overwinnen, omdat die jou anders zou remmen in jouw doen en laten, in jouw nieuwe... Ja. Richting? Ja, natuurlijk. Het is een klein beetje een paniekaanval. Toch wel, ja. Ja, van, ja, maar wat nu? Maar anderzijds, dat is een heel ander soort angst. Zo'n beetje onbestemde angst eigenlijk. Ja. He? Ik ben een aantal jaar geleden met Rudy Franks naar Afghanistan gegaan. Oh god. Daar hebben wij op 5 dagen tijd 3 bomaanslagen meegemaakt. Van dichtbij. Oei, dat is reële angst. Dat is reële angst. Maar je wordt daarin getraind. Hè? Je wordt, als er iets gebeurt, wat moet je dan doen? En kogelvrij vesten, enzovoort, enzovoort. En dus bij de minste knal, iemand laat iets vallen, dan spring je zo hoog. Na dag 3 is dat weg. Dus het heeft mij ook wel doen inzien van angst is iets wat je zelf creëert. Hè? Dus in dat begin... snap ik nu niet. Ah, wel. Je kan wennen aan angst. Ach zo, ja. Vind ik. Het is maar hoe je ermee omgaat. Als je constant op je kievief bent, iets dat niet gaat zoals jij denkt dat het zou moeten gaan, dan ben je angstig. Ja. Maar als je... ik ga terug naar Afghanistan. Ineens een knal wordt en je denkt, oh my, zeg, wie heeft daar iets laten vallen? Dan heb je geen angst gehad. Dus je creëert die zelf. Ja. Maar niet wil zeggen dat dat daar niet gevaarlijk is, natuurlijk. Natuurlijk, hè? Uiteraard. Maar, ja. Maar ik heb uit die ervaring geleerd, angst is iets wat je zelf programmeert in je hoofd. Ook. Heb je nog vaak momenten, of af en toe momenten, laat het mij zo zeggen, af en toe momenten wanneer je tegen jezelf zegt van Katrien van Doorne, nee, je gaat je niet angstig voelen, je gaat je positief opstellen en je gaat erdoor. Ja, wil je niet. Het is eigenlijk een vraag die uit mezelf komt, want ik heb soms nog zo'n momenten. Ja, maar natuurlijk. Al ben ik ook 63, snap je? Ja, ja, ja. Ik ben 54 en nog altijd heb ik angst. Ik heb een dochter, die is nog heel jong, die is 12. Ja. En als die je voelt, die wordt puber en die rukt zich los van onze banden, dus die gaat alleen op stap. Ja, dat is ook al... Wow, echt waar, dit is echt... angstig. Dit is echt angstig. Hoe oud is ze? 12. Oeh. En ze vertrekt met haar fiets. En dan denk ik, oh my god, als het maar goed gaat. Alleen met de fiets. Alleen met de fiets weg enzovoort. Dus ja, ik heb nog elke dag angst. Maar ik probeer te denken, Katrien, het hoeft daarom niet fout te gaan. Ik moet me dat zelf inprenten. Ja. En ik denk dat je dat kan. Dat je echt jezelf... En je hebt één kind. Ik heb er maar één, ja. Ja, dat is dan wel, ja, je mag dat niet. Je mag er niet aan denken. Hè? Maar ja, ook al heb je er 10. Hè? Ik denk dat bij alle tien hetzelfde is natuurlijk. Hè? Ja, ja. Maar, het besluit van onze beide interventie is eigenlijk dat je angst toch wel kan sturen. Je kan dat managen. In je hoofd. Ja. En je maakt soms jezelf bang. Ja. En dan moet je beseffen dat het niet... angst is van buitenaf, maar dat angst is in je hoofd. Ik wist dat jij een krachtige dame bent. maar ik moet elke dag nog vechten. Hè? Ja. Ja, ook ik. Goed. Tot straks bij het volgende deel van het Eenzaam Haartenbureau met Katrien van Doorne van Radio 2.
Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau. Heb uw naasten even lief als uzelf? Is dat eigenlijk mogelijk? En dat ga ik vragen aan la grande dame van Radio 2. Ze zal terug zeggen van, Edwin, overdrijf niet. Overdrijf niet, Edwin. Maar dat vind ik. Dus ik mag dat vinden. Ik strijd voor mijn plaatsje. Hè? Ja. Is dat eigenlijk mogelijk? Dat is een zware, vind ik. Dat staat in de Bijbel. Hè? Heb u naast zelf liefhebt. Maar ja. dat is eigenlijk een uitspraak die al veel langer leeft in de geschiedenis. Maar in de Bijbel is, in de christelijke cultuur is dat dan. Maar is dat eigenlijk mogelijk dat je... Maar het is een cliché, hè? Maar ik vind het een cliché. Het klopt wel, dat cliché. Als je jezelf niet kan liefhebben... Ja. Kan je ook niet iemand anders graag zien. Dus begin bij jezelf, zeg ik dan. Je moet echt goede maatjes zijn met jezelf... voordat je kan zeggen van... nu vind ik jou ook de moeite om voor te gaan. Wauw, word ik even stil van. Ja. Ja. Ik heb je al gezegd dat elke gast... de vragen anders beantwoord. Ja. En je bent nu de eerste, mijn excuses, je bent nu de eerste die vanuit die hoek dat beantwoordt. Ja, maar ik heb dat zelf ook wel een beetje aan de lijve ondervonden. Ik was vroeger niet zo goed bevriend met mezelf. Ik was heel onrustig, ik was heel onzeker, ik was heel vervelend. Dat heeft ook te maken, en ik heb daarnet ook al gezegd, ik heb een turbulente periode gehad tussen mijn 20 en mijn 30, waar ik echt niet wist wie ik was, waarvoor ik stond, wat ik graag deed, wat ik wou doen. Ik was 30 en dat was de meest trieste verjaardag in heel mijn leven. Allee zeg, ja. Ja, ik heb de hele dag gehuild. En waarom? Omdat ik dacht van, zie mij nu zitten. Ik ben 30 en ik weet niks. Ik heb niks. Ik heb niemand om graag te zien. En dan... Je bent er nog ontroerd van als je daaraan trekt. Ja, maar dat was inderdaad wel... Ja, ik vond mijn eigen toen heel zielig. En nu weer. Ja, maar goed. Maar dat mag. Ja, voilà. Maar dan heb ik dat op een of andere manier tussen mijn 30 en mijn 40 een beetje kunnen loslaten... En is het dan toevallig dat net dan de liefde van mijn leven in mijn leven komt? Ik denk het niet. En dat is denk ik omdat ik mezelf... Allee, ben gaan zeggen, oké, weet je, zorg hier dat je met jezelf goed in orde bent. Zie jij je man even graag als jezelf? Ik denk dat je dat niet kan zeggen. Ik denk dat je dat echt niet kan... Ik zie mijn man doodgraag, echt waar. Ik zie hem doodgraag. Ik zie mijn dochter ook doodgraag. Maar kan je nu zeggen van wie zie je liever? Jezelf, je dochter? Ja. Ik zou dat niet. Ik kan daar geen waardemeter op zetten. Ja. Of een schaal. Maar ik weet wel dat ik als een leeuwin voor mijn familie sta. Ja. En dat als er iets gebeurt met mijn dochter of er gebeurt iets met mijn man, dat ik wel ga strijden. Ja. Ja, absoluut. Vechten. Ja, ja. Tot er dood om het toch tot te laten. Tot er dood, dat weet ik nu niet. Ja. Maar ik ga wel vechten. Je overdrijft. Ja. 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 En is dat dan graag zien? Want wat is graag zien, hè, Edwin? Wat ja. is graag ja, ja, zien? Ja, ja, ja. Dat is nog zoiets. Ik denk dat het een soort van evenwicht is, een balans. Een geven en nemen. Een chemie ook die er is. Ik denk dat er heel veel definities zijn voor graag zien. Maar de ultieme definitie heb ik nog nooit gehoord. Ik ga je eens een geheim vertellen. Oh. Ik heb dat nog niet vaak verteld. Mm. Ik had een hele goede en diepgaande relatie met Ludgard Simoens. Ja? Ja. En wij konden soms uren bellen met elkaar. Mm. 2 uur, 3 uur. Ja. Over de meest diepgaande zaken. Mm-hmm. En de reden waarom ik jou de Ludgard Simoens, de nieuwe Ludgard Simoens van Radio 2 noem, is de stem natuurlijk en de zachte manier waarop je praat. Maar ook hoe dat je naar de zaken aankijkt. Ook de eerlijkheid ook, waarmee je over zaken spreekt. Tja. En Ludgard had dat ook. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je al een aantal jaar op de teller hebt. Hè? Had mij 25 jaar geleden hetzelfde gevraagd, dan had ik dat misschien ook niet gezegd. Maar, daar hadden we eigenlijk ook niet zo slim op geantwoord, denk ik. Waarschijnlijk niet.
En ik denk dat dat echt ervaring is en ja, inderdaad wat watertjes doorzwommen hebben enzovoort. Want eerlijk gezegd, Katien, om af te sluiten, dit stukje. Ouder worden, ik vind dat helemaal niet zo verkeerd. Ik vind dat leuk. Ja, ik vind en dat... ik zeg het, ik ben eigenlijk... Ik vier bijna elke verjaardag nog heviger. Omdat ik echt dankbaar ben dat ik al zo ver geraakt ben. Want al die angst en al die dingen, die toestanden, hebben ze allemaal wel wat hun plaatsje gegeven. Maar de liefde, dat moeten we koesteren. Hè? Absoluut. Laten we daarbij... Ja. Tot, ik ben wat van mijn melk, maar ook dat mag als presentator. Tot straks bij de volgende vraag. Het eenzame hartbureau was niet mogelijk zonder deze partners. De kracht van Propolis. Met Soriabel, Delrurent, verhuur auto's, bestel en vrachtwagens. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau, mocht u nu pas inschakelen. En de eminente, ik heb het al vaak gezegd, presentatrice van Radio 2, Katien van Doorn, is mijn gasten. Ja. Het is het tweede interview dat ik van jou afneem. Ja, dat is waar. Ja. En ik vind het nog altijd heel vreemd om aan de andere kant te staan. Dat kan ik mij inbeelden. Dat kan ik mij inbeelden. Dan heb ik zo'n klein beetje zenuwen. Ja, jij bent altijd... Ja. Ik stel de vragen normaal. Ja. Dus. Ja, normaal zit jij in de leidende. Leidende rol. Absoluut. Hè? Inderdaad. Ja. Katrien, we moeten allemaal overlijden. Iedereen moet dood. Mm-hmm. Hè? En nu, Paula Semer vond dat een absoluut onrecht. Ze kon dat zo passioneel zeggen: dat een mens moest sterven. Mm-hmm. Ik persoonlijk vind dat een goede zaak, dat er een zaak is van komen en gaan. Heb jij jouw eigen mortaliteit al een plek gegeven in jouw leven? Ja. Het enige waar ik bang voor ben is. De wijze waarop waarschijnlijk. Ja. Ik zou zo graag gewoon sterven in mijn slaap. Liefst nog een beetje wachten. Liefst nog een beetje wachten. Ik ben ook op korte tijd mijn twee ouders verloren. Ja. En toen is bij mij de klik gegaan van kijk... Het is waarschijnlijk erger voor diegenen die achterblijven. Dus ik wou dat dan ook een plaats geven, gedachte... En dan, ik heb zo'n map thuis waar mijn begrafenis in zit. Toch wel, dat heb je... Ik wil zo van... we hebben heel veel moeite gedaan voor mijn beide ouders om een hele mooie afscheidsdienst te maken en zo. En muziek die ze graag hoorden. En af en toe was er twijfel, maar zouden ze dat nu wel tof vinden en dit en dat. En dan denk ik van, kijk, ik kies hieruit. Ik vind alles tof wat hierin zit. En af en toe denk ik ook nog eens, ik ga er nog eens een nieuw liedje bij steken of zo. Ja. Nee, ik... Ik ben onlangs ook geconfronteerd geweest met een en ander in een artikel die in het laatste nieuws stond. Waar men er toch op wees dat een alleenstaande met een huis, die huiseigenaar is, echt wel een testament moet maken. Ja. Want dat anders zelfs de broer of de veel meer belastingen moeten betalen. Ja. Dus je hebt al zoveel belasting betaald in jouw leven. Mm-hmm. En dan moet je nog eens... dat is een onrecht. Dat is een onrecht. Nog eens belastingen. Ja. Dan moeten die ouders of die broer nog eens belastingen voor het huis waar je zo voor gespaard hebt en gewerkt hebt. Dat is dus al... Dat is een echt onrecht. Daar zijn we het toch over eens, politici. Daar zijn we het... In de krant waren ze het trouwens ook over eens dat dat moest stoppen. Ja. Maar dat iedereen moet sterven, vind ik geen onrecht. Ik vind het eigenlijk ook een geruststelling. Dat vind ik ook een geruststelling. Mensen worden ook veel ouder. Ja. Ben je gelovig trouwens? Nee, niet meer. Ja. En soms ben ik jaloers op mensen die geloven. Ik kan soms zeggen... Ik voel het. Ja, soms hebben ze... Ja? Ja. Dat ik soms denk van, raar, hè? Ik heb het niet meer. Ja. En ik ben echt waar, oprecht jaloers op mensen. Bijvoorbeeld, wie was het nu weer? Was het nu Adil El Arbi, die zijn moeder had begraven? Het was in elk geval iemand, een moslim. En die zei van, we hebben dan dat gedaan en dat. En ik geloof nu dat zij daar is. En toen dacht ik van, wat denk ik nu over mijn moeder? Waar is mijn moeder? Ja, in de hemel, maar waar, wat, hoe? Ja. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk jaloers dat jij daarvan overtuigd bent. Ja. Ik wil wel, dat je die zekerheid hebt. Ik wil wel in een kerk begraven worden. En weet je waarom? Is het waar? Ik niet. Omdat ik vind, ten eerste het gebouw is ongelooflijk mooi. Toch niet in zo'n zaal van een funerarium. Oh, God. Nee. En ook die dienst, dat heeft wel iets zo. Iets sacraal.
Ja, iets sacraal. Dat heeft wel... Mm. Ja. En daar heb ik dan wel ook muziek voor gezongen. Bijvoorbeeld het Sanctus van Gounod, bijvoorbeeld. Mm. Of het Ave Maria van Maria Callas. Ah, wordt het allemaal klassiek? Ja, het wordt allemaal klassiek. Misschien de Roos van Christi, dat zou kunnen. Ja. Ja. Goeie keuze. Dat zou wel kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja? Nee, bij mij maakt dit weinig uit. Ik wil eigenlijk vooral niet in een kerk begraven worden. En ik wil desnoods ergens op het platteland een goeie drink. Ik wil echt een goeie drink op mijn begrafenis. Ja? Ja. Met eten ook. Ja. Ja. Ja, iets met eten. Maar in West-Vlaanderen doen ze dat, hè? Laat ons hopen dat ik uitgroei. Ik ben 10 jaar in het dus dat ik zal al met mijn rollator daar zijn. Goed. We spreken dat af, jij wordt uitgenodigd. Laten we daarop, wat dat stukje betreft, op afsluiten. Zie je met een rollator. Tot straks. Er mag ook eens gelachen worden in het eenzame hartenbureau. En zelfs over de dood. Juist, hè? Absoluut. Voilà. Tot straks. Welkom in het laatste deel van het Eenzame Hartenbureau. Gelukkig zijn, het is niet enkel een heel mooi nummer van Anne Christie. Het is wat mij betreft ook het doel van ons leven. Ik denk dat het leven tot doel heeft om gelukkig te worden en te zijn. Wat denk jij daarvan? Het zou mooi zijn. Of is dat te groot gegrepen? Ah, ik denk dat elke mens daar wel naar streeft op zich. Hè. Allee, er is geen enkel mens dat ik ken die zegt van ik zou nu zo graag eens ongelukkig zijn. Nee, niemand. Hè. Dus dat zal zeker wel zo zijn. Maar ik denk dat geluk soms wel wat overschat wordt. Hè. Dat, ja. dat geluk misschien te groot wordt gezien. Ja. En ik heb er ook wel gaandeweg moeten leren dat het... ook zeker door in de showbiz of dicht bij de showbiz te komen, dat alles wat blinkt is geen geluk. Hè. De politiek. Politiek, ja, daar hou ik me dan wel wat van af. Ja, maar ik wil maar zeggen. Ja, ja. maar... Want je zit met twee vieze beestjes, de media en de politiek. Ja. Ja, maar daar ga je het grote geluk misschien niet vinden. Hè. Nee. Maar, dat is mooi gezegd. Ja. Ik heb het hier al eens gebruikt, dat woord. Voor mij heeft geluk heel veel te maken met evenwicht. Ja. Dat je zo een soort van haven vindt. Waar de zee af en toe eens rimpelt, maar niet meer dan dat. Geen een tsunami. Maar zo, dat het is goed. Dat je kunt zeggen, als de dag gedaan is, het is goed. Het is goed geweest. Het was leuk. Het is goed geweest. Dus geen dagen van 3 op 10 bijvoorbeeld. Maar ook geen dagen van 9 op 10, want het is dan te... Ja, maar dat mag wel, hè? Want er zijn natuurlijk van die uitschieter, want anders zou het maar erg zijn. Ja, hè? Ja. Natuurlijk zijn er van die uitschieter, maar zo, ik denk dat geluk meer te maken heeft met echt een geluksgevoel met een momentopname. En dat voor de rest, als je... Anne Christie zei dat trouwens zo. Ja? Ja, want als je dan de rest beleeft in een soort van harmonie, dan is dat een sluimerend geluk. En dat is ook fijn. Dat is hoeveel punten zou je je doorgaans geven op 10? Als je alles samen neemt. Mm-hmm. Ik quoteer nooit hoog. Hè. Maar een dikke 8,5. Toch wel. Ja. Dat is goed, hè? Dat is een goeie. Dat is goed, hè? Er zijn altijd dingen waar je ligt op te sakkeren, natuurlijk. Hè. En dat is normaal. En dat is, denk ik, eigen aan de mens. En één van de redenen waarom jij zo gelukkig bent, is omdat jij om de regelmaat van de klok geïnterviewd wordt door Edwin Izeba. Dat zou wel eens kunnen. Ik denk dat jij gelijk hebt. Wat? Ja. Bedankt om te komen. Dank je wel, Edwin. Dank je. Bedankt om te komen. En tot de volgende interview bij Leven en Welzijn. We spreken af. Voilà, goed zo. Dank je wel. Bedankt. Hè. En gezondheid. Gezondheid. Dit was het Eenzame Hartenbureau. Tot de volgende week. Dag.